begrip van neofascisme geworden. Dat is een kreet geworden, een soort symbool. En iedereen moet op zijn manier proberen, als hij tegen de centrumpartij is, en hij wil een waarschuwingskreet geven, of demonstreren, of van ongenoegen blijk geven, iedereen moet op zijn manier proberen dat te doen. Mensen moeten steeds maar erop attent gemaakt. Dit is, het zal niet mijn laatste keer zijn dat ik hier tegen ageer. Zeker niet. Het is de eerste keer dat ik denk, ja, die gemeenteraadsverkiezingen zijn geweest. Ik heb dat maandag gehoord, dat Schorum, dat zit daar. Ik heb bovendien een neger als zoon. En denk, ik moet iets doen. En als eerste reactie dacht ik ga er niet heen. Na 200 voorstellingen door het hele land gaat het programma Adèle's Keus dus aan Almere voorbij. Een verrassing, want er waren al 180 kaarten verkocht. Ben je juist in het theater de Roespad proberen van alle kanten een beleid te voeren waarbij we de minderheden aan bod laten komen? Je kunt stellen dat het een streep door de rekening is. We hebben in het verleden Turkse voorstellingen over racisme gehad. Kortom, van alle kanten proberen we er wat aan te doen. U vindt Adèle moet wel komen? Ik hoop dat ze alsnog tot inkeer komt, omdat ze daarmee toch al een groot gedeelte van de Almeerse bevolking en daarmee het theaterpubliek dupeert. Bent u niet bang voor een sneeuwbaleffect dat meer artiesten dit voorbeeld zullen volgen en er een soort van culturele boycott van Almere komt? Ik ben daar niet bang voor. De contacten die we erover hebben gehad wijzen daar niet naar. En 2 februari komt Freek de Jong hier naartoe. Die heeft al gezegd dat hij dat zeker niet zal doen. Hij komt hier en verwerkt in zijn programma ongetwijfeld reacties. Nou, ik ben het natuurlijk met haar eens wat zij over de centrumpartij denkt. Maar ik denk dat je tot op het laatst moet blijven optreden. Al zou Almere bestaan uit 80% centrumpartij en 20% mensen die nog iets anders met de samenleving willen, dan zou je juist daar moeten optreden. Ik denk niet dat je hier zo snel moet laten afbluffen. Bovendien is het kennelijk, en dat blijkt dan ook uit publicaties, een deel van hun tactiek om dit soort gerommel op te roepen. En ik snap dat niet zo goed. Dus ik vind het juist als getuigend artiest, wat zij dan de laatste jaren is geworden. Want we herinneren ons haar natuurlijk ook nog van het carnavalsrepertoire en haar uitgebreide reportages voor privé. Dan denk ik van, het is een beetje overtrokken. Wat vindt u ervan dat Adèle Bloemendaal weigert om in Almere op te treden? Nou, ik heb daar een tijdje over na te denken toen ik dat las en toen dacht ik, ja, aan de ene kant kan ik me heel goed voorstellen, aan de andere kant zou ze ook moeten emigreren, want ooit zijn er ook Kamerleden beëdigd in Nederland. En ik vind het heel tragisch dat ze daarmee 90% van Almeerse bevolking negeert, want 90% kiest niet voor de centrumpartij. Ik geef het groot gelijk, ik zou het ook gedaan hebben. Ik vind het, heel jammer dat ze van de week geïnstalleerd zijn. En ik vind het ook jammer dus dat ze er wel omheen gemaakt hebben. Want ik vind dat had gewoon niet nodig geweest. Want het is alleen maar reclame voor de centrumpartij. Je kunt wel tegen de mensen van de centrumpartij zijn. Maar het zijn niet allemaal centrumpartijmensen die, laten we zeggen, naar zo'n uitvoering gaan. Van je weiden. Ze wil hier niet optreden omdat de centrumpartij hier zo groot is. Ja. Nou ja, goed, dat is haar zwak natuurlijk. Wat vindt u daarvan? Ik heb geen commentaar op. Ik kan niet weten, helemaal niet. De gast van de Almeerders, die weten niet eens wat ze op gestemd hebben. Ze hebben op iets heel anders gestemd dan ze dachten. Die gewoon waanzin. Adèle moet wel komen, vindt u? Ik vind natuurlijk. Als we zich laten kennen door mensen die op racisme stemmen, vind ik dan, daar moeten we wegblijven. Maar ze moeten zich helemaal niet laten kennen, ze moeten gewoon komen. In Almere hebben 1200 mensen op die centrumpartij gestemd. 12.000 mensen hebben op hele fatsoenlijke partijen gestemd. U treft ze nu allemaal? Nee, we hebben een oplossing gevonden. Kijk, dit is mijn manier om gewoon weer publiek te waarschuwen van jongens, luister. Hitler is indertijd met een klein groepje, waarvan iedereen zei dat is een soortje ongeregeld met bruine hemden, moet niet opletten joh, dat heeft niets te betekenen. Is in de 20e jaren Hitler, zo is Hitler begonnen. In 1933 is hij met een kleine meerderheid, een krappe meerderheid, maar met een meerderheid is hij gekozen. Dat moet je steeds maar duidelijk maken. Op de een of andere manier moet je dat steeds maar onder de aandacht brengen. Je moet mensen blijven waarschuwen. Mensen van jouw generatie, die hebben de oorlog niet meegemaakt, hebben vaag uit geschiedenisjes, boekjes geleerd hoe dat dan in zijn werk is gegaan. Wij weten de gevaren.
En ik vind het belangrijk, op mijn manier heb ik gedacht, van, ik moet dit zo doen. Wat is het effect, denkt u, van uw beslissing? Weer nu, op de televisie, voor de natie, weer bekend wordt gemaakt van, jongens, let op, dit is gevaarlijk. In 1986 worden er weer raadsverkiezingen gehouden in Nederland en de verwachting is algemeen dat die centrumpartij zetels zal halen, hè? Zeker in de grote steden. Betekent dat dat u straks ook niet meer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag zult optreden? Ik zal je eens wat vertellen. Kijk, dit is gewoon even een manier geweest in mijn machteloosheid om te zeggen, jongens, laat dit niet te ver komen, in godsnaam. Maar ik vertel je dit. Zo goed als er in het vooroorlogs Duitsland, het Hitler-Duitsland, mensen zijn weggegaan uit de amusementswereld om nooit meer terug te keren, en intellectuelen. Zo zou je nu ook een leegloop kunnen verwachten als ze de meerderheid krijgen hier in Holland. En ik ben een van de eerste die opstapt als ze die meerderheid krijgen. Duidelijk? En niet meer en niet minder telt waar elk zijn rechten krijgt, los van macht, los van bruut geweld.